De vorige keer keek u net zoals nu aan de westkant van het kanaal. De put stond toen vol met water, maar die is de afgelopen week weer helemaal leeggepompt. Bij het onderwaterbeton storten was niet te zien hoe diep deze put nou eigenlijk is. Dat is nu wel anders. Nu zie je dat 12 meter best wel diep is. In de betonpaal zit wapening. Om die wapening op te kunnen nemen in je constructievloer, moet je het bovenste deel van die wapening moet je vrijhakken. Daar moet je dus wel spierballen voor hebben. Hoe is het aan de oostkant? Hier zijn ze bezig om de wanden vol met beton te storten. Deze wanden worden zo stevig gemaakt dat de boor in een latere fase niet de wanden van de put kapot maakt, maar daadwerkelijk de grond ingaat. Een soort reuzenschouder dus. De aflevering van volgende week wilt u niet missen. Dan gaan ze aan de westkant deze grote stalen ringen plaatsen waar straks de boor doorheen moet. Kijken dus!